Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat hij niet heeft gemikt op vervanging van NPS-toppers bij de recente reshuffling op zijn ministerie. Hij zei eerder deze week aan journalisten dat het niet zo is dat hij leidinggevenden plaats liet maken voor door accommodatie van mensen die zijn voorkeur genieten. Er klopt er niks van. Ik zie Surinaamse broers en zusters. Ik heb een verantwoordelijkheid op mijn eigen ministerie om te kijken naar de kwaliteit van het managementteam en ik heb een aantal mensen geëvalueerd. En na 6 maanden heb ik gewoon gemeend om een aantal vervangingen plaats te vinden. Het is een heel normale managementcyclus als minister, hoofdverantwoordelijk voor beleid en politiek van het ministerie. Om gewoon te kijken hoe je functioneert goed en wie minder. En we hebben goede afspraken gemaakt met de mensen en gezegd, luister, je moet nu positie toch beschikbaar stellen dat andere beter gekwalificeerde mensen leiding gaan geven aan een belangrijke leidinggevende functie. Ory geeft verder aan dat zijn handelingen tegen de cultuur van het Surinaams systeem is. Hij weet dat dit een beetje hard aankomt, omdat het veelal te maken heeft met de Chipoti-mentaliteit, terwijl men zakelijk moet zijn in het leven.